Een paar collega's van mij hebben een kleine attentie voor u. Dat zijn de heren Spaan en Vermegen. Zij hebben een programma. En in dat programma zit een liedje over de paus. Oh, en dat is Stopiopie. Oh, dat weet ik al. Oh ja. Nee, het heet Popiopie. En zij vragen mij, Vermegen en Spaan, om u dat te overhandigen als een cadeautje. En ze willen natuurlijk dat u ermee zwaait. Maar ik... Dat zal ik niet doen. Nee. Dat zal ik niet doen. Ik mag het aan u geven. Wat vindt u van zo'n liedje? Nou, het moet kunnen in Nederland, zo'n liedje. Want dit land kent gelukkig geestelijke vrijheid. En dat vind ik een van de belangrijkste normen in onze samenleving. Maar u moet zich ook kunnen voorstellen, ik heb u straks gezegd dat ik overtuigd Rooms-Katholiek ben. Dat als zo op zo'n manier de paus, die voor de katholieken de geestelijke leider is. Ja. He? Als die zo gebarineerd wordt, dat ik daar niet zit te klappen, ik neem het toch mee naar huis. Ja. Maar ik zit niet te klappen als ik dat liedje hoor. Buongiorno, figlio mio! Hallo, heiligheid! Weet je wie ze nou, weet je wie de klompen het allerleukste vond? Nou? Koningin Beatrix en prins Klaus. Oh ja, die waren van de week op bezoek, hè? Zie, ja. Zulke leuke mensen, figlio mio. Ja, ze zijn gezellig, hè? Gezellig? Ja, ze zijn, ach, laat maar zitten. Ga maar staan, want we hebben nog hartstikke veel te doen. Heel leuk. Ja, leuk, hè? Benissimo. Ja, fijn. Wat is dat dan gezellig, Filio Mio? Ja, gezellig? Als je in Nederland niet gezellig bent, dan tel je hier absoluut niet mee, hoor. Nee? Nee. Hoe zou ik nou bijvoorbeeld gezellig kunnen worden, Filio Mio? Nou, dat ga ik u laten zien. Gaat u maar gauw zitten, heiligheid. Ja? Ja. Dit is zo verschrikkelijk gezellig. Kijk, dan gaan we even lekker een kopje thee drinken. Ah, dat is zo Hollands. En zo gezellig. Zie? Zo. En dan doen we dan lekker een biscuitje bij. Kijk eens, alsjeblieft. Voor gaan... mij een biscuitje? Ja, dan gaan we lekker theeleuten. Theeleuten? Ja, theeleuten. Kijk, dan pakt u het biscuitje, hè? En dan moet u even soppen. Even in de thee dopen. Ah, dopen! Nee, niet dopen, soppen. Kom op, biscuitje erin, doe het maar. See? Zo, lekker. Zo erin. See? Dat is nou zo gezellig, hè, heiligheid. Ach, getsidee. Filio mio, dat is niet gezellig. Dat is vies. Dus in mij, niente theeleuten en niente gezellig. Capito? Hé, man. Bah. Hé, heiligheid. God. Oh, Hansje Brinkers, dat is dat ventje dat niet wenste te bidden voor bruine bonen. Nee, heiligheid, dat is Bartje. Die heeft ook een beeldje. Maar deze, die heeft Bartje. Met één vinger heel Nederland gered. Anders waren we allemaal ondergelopen. Solo één vinger? Eén vinger. Dat wil ik ook. Zo, heiligheid, kijk eens even. Het water en hier is de dijk. Kwee? Ze zeggen, steek hem nummer... Nee, niet daar natuurlijk. Het water komt toch zo? Ah, capisco, zo stupido. Ja. Si, kwee. Daar moet de vinger in de dijk. Wie? Nou, en? Nog nooit in mijn leven heeft de paus zich zo machtig gevoeld. Nou, fantastisch. Haal me maar weer uit. Fantastico, ja, fantastico, ja. Meraviglioso. Ja, hè, man. Vicento come un gigante. Ja, kom dan maar. Zo is het klaar. Geweldig. Ja. Zeg in elk geval tegen het comité dat ik in mei absoluut de vinger in de dijk wil stoppen, Filio. Ja, oké, schiet dan maar op, dan is er nog veel meer.